Het wordt tijd dat het eens gezag wordt. Gissen met de politieke, ja. Lekker ga je in de ballenbak. Gissen met de politieke, ja. Lekker worden van de harde. Wat is dan het antwoord, zult ge vragen? Ik zal geen ja of nee zeggen. Even ze zo aan de hand, dan mag je ze, ja. Dat ze allemaal kunnen zien dat we niet gesjoemeld hebben. Oh, oh, oh. Doen jullie dat dan? Nee, absoluut niet. Ik zou wij ook in ieder geval ook niet. Wij zijn tegen de sjoemelen. En dat ik, veel te ik vaak in deze gemeente. Ik vind het absoluut. Alle recreatieve zwembaden moeten open blijven, ook als de gemeente daar moet meebetalen. Daar zijn wij het mee eens. Met die kanttekening dat we wel vinden dat de Hatenboer moet beter exploitabel te zijn. Er hoort dus heel veel meer activiteiten daar in de buurt te zijn. Want op dit moment is in de kosten dermate hoog dat je moet kijken naar een andere invulling. Dat betekent niet dat er per se in Sittard geen zwembad moet zijn. Integendeel, wij vinden dat Sittard ook een zwembad moet hebben. Poppodium Volt moet zelfstandig zijn. Nou, dat spreekt voor mij vanzelf. Daar zijn kansen. We hebben een voorstel gedaan wat door de zakelijke leiding werd behandeld als zijnde. Ja, mogelijk is dat voorstel acceptabel en goed dat het kan werken. En we willen dat dit en eventueel andere voorstellen echt worden uitgezocht. Sittard Geleen moet meer geld uittrekken en ervoor te zorgen dat nieuwkomers Nederlands leren. Dat is een hele belangrijke stelling en een uitgangspunt eigenlijk, denk ik, van hoe ze bij u moeten samenwerken. Nieuwkomers, wij hebben ze heel hard nodig. Wij gaan heel veel ouderen erbij krijgen en we gaan heel veel jongeren raken wij kwijt in deze gemeente. Nu hebben we 1-op-1, als je pakt over de 20-jarigen en de 65-jarigen, terwijl over 20 jaar is die verhouding 1-op-2. En dat betekent dus dat we heel veel handen nodig hebben. De nieuwkomers die kunnen dus werkzaam zijn in allerlei beroepen, onder andere de zorg, maar heel veel andere beroepen. En daarvoor is het nodig dat ze op korte termijn Nederlands leren. Binnen 1 jaar, 1,5 jaar willen wij dat die Nederlands leren. 'S morgens op les, 's middags vrijwilligerswerk. Dan blijft hun motivatie. Dan kunnen wij die handen die we in de toekomst nodig hebben, deels daar vandaan halen. Bovendien zijn er nog mensen nodig die van elders vandaan komen. In het verleden zijn er heel veel generaties gekomen uit Joegoslavië, uit Spanje, uit Italië, uit weet ik waar overal vandaan, in de mijnen. Dit is weer zo'n situatie. We hebben nu weer behoefte aan mensen die hier komen werken. En we hebben al handen hier aanwezig. We hebben al mensen aanwezig. Laat die in godsnaam hun werk doen. En dus zo snel mogelijk nieuwkomers laten integreren.